Ja, de burgemeester van Den Haag had al gezegd tegen onze premier: ga weg van dat Binnenhof, het is te brandgevaarlijk. Ja, want hij werkt daar ongeveer als enige nog, hè, met een paar ambtenaren. Met 70 ambtenaren inderdaad. En als hij dat niet doet en als er nog één iemand werkt, is het een boete van 100.000 euro per week. Nou, we weten, hij gaat de totale boete betalen. Het heeft allemaal te maken met die brandveiligheid, toch? Ja. Nou, dit is de Daily Move op BNR en je hoort ons nog tot 6:30. Nou, laten we daar meteen maar mee beginnen met die brandveiligheid. Precies, want het kabinet wil dat een deel van de ambtenaren gewoon voorlopig op het Binnenhof blijft. Dus het gaat om medewerkers die met staatsgevoelige informatie werken. En daarom heeft minister Keizer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Haagse burgemeester Van Zanen opnieuw om uitstel gevraagd. Maar ja, Van Zanen had al gezegd: dit ligt gewoon een dwangsom van 100.000 euro per week dat jullie nog steeds aan het werk zijn. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag Nina en Kees. Ja, wat fijn om jou weer even te spreken zo. Ja, eens gelijks. Ja, midden in het reces. Ja, precies. En midden in het reces weten we dat premier Schoof een dikke boete zal moeten betalen. Want ze moeten daar nog maanden blijven zitten, die ambtenaren. Nou, in ieder geval tot het voorjaar van 2025... als het aan minister Keizer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ligt. En dat heeft dus te maken met computers die daar nog staan op algemene zaken, waar staatsgeheimen op staan. De verhuizing naar de tijdelijke locatie op binnenlandse zaken lukt nu nog niet. En nu heeft ze dus gevraagd of die 70 ambtenaren voorlopig nog eventjes op algemene zaken mogen blijven werken. Maar dan moet in ieder geval het college van burgemeester en wethouders, BNW, van Den Haag nog een besluit overnemen. Dat gaan ze dus deze week doen. Eind van de maand moet eigenlijk algemene zaken en het hele Binnenhof leeg zijn. In ieder geval niemand mag daar meer werken. Zoals je al zei, een dwangsom van 100.000 euro per week staat daarop. Mm-hmm. Maar desondanks alsnog om uitstel gevraagd. Ja, maar wat denk je? Want Van Zanen was erg streng toen hij dit zei. Hè? Toen was er eigenlijk ook al om uitstel gevraagd toen hij deze beslissing nam. Ja, er is nu wel een brief gekomen en daar wordt ook wel wat toelichting gegeven waarom de minister in ieder geval denkt dat de ambtenaren kunnen blijven werken bij algemene zaken. En zij zegt: het gaat om een kleine groep ambtenaren. Hun veiligheid is gewaarborgd. De vluchtveiligheid in het complex van het ministerie, daar zijn alle maatregelen voor genomen en die vluchtveiligheid is goed. Dus voor een minimaal aantal mensen dat nog in het gebouw aanwezig moet zijn, dus tot volgend jaar maart, in het voorjaar, daarvoor kunnen wij in ieder geval garant staan voor hun veiligheid. En daarom vragen we toch nog om coulance. En stellen we voor dat ze nog eventjes op algemene zaken blijven werken. Hebben ze allemaal een soort training gekregen, Leendert. Even hoe de brandblussers te gebruiken. Hoe kom je weg bij brand in een historisch complex waar volop gebouwd wordt? Ja, dat is toch wel lastig. Ja, het is natuurlijk niet niks. Ja. Een paar extra brandblussers, daarmee red je het dus niet alleen. Nee, daarmee red je het niet. Maar goed, de vraag is, kan het, mag het? Het gaat om een beperkte groep werknemers. Er is natuurlijk nu wel, ze hebben niet gezegd, we gaan het gewoon doen. Er is een brief, er is een verzoeklichter. Maar het is wel als ik de brief zo lees, is minister Keizer wel, zeker van de zaak in ieder geval, enige dwang, als ik het zo mag zeggen, spreekt er wel uit. Ja, we kunnen. Het gaat om staats... Geheime informatie. Het gaat om geheime informatie. Daar moeten ambtenaren bij kunnen. De verhuizing lukt niet. Ja, ICT en de overheid, Nina. Ja, ik wou zeggen, toch een lastig verhaal. Het is toch van een knulligheid dat dit dus niet kan. Dat je niet een paar service kunt verplaatsen. Je kan ook denken, het moet wel goed gebeuren. Aan de andere kant, ze zijn al 3 jaar bezig met de verhuizing. Ja. Eigenlijk had Algemene Zaken vorig jaar na de zomer al moeten verhuizen naar Binnenlandse Zaken. Dat is toen niet gebeurd. Nou, dan weten we allemaal dat er in ieder geval een hoop onvrede over is bij burgemeester Van Zanen van Den Haag. Mm-hmm. Maar dit krijgt dus nog alsnog een staartje. Ja, toen wij het hier de vorige keer erover hadden, toen die in juli met dit besluit kwam van Zanen, Leender, toen... toen zei jij eigenlijk ook al van maar kunnen ze inderdaad die netwerken wel op tijd verplaatsen? Toen voorspelde je al, dat zal waarschijnlijk niet kunnen. En dan heb je nu een kabinet, wil bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Zal de komende weken boetes van 100.000 euro moeten gaan betalen. Als het zover komt. Maar Van Zanen is wel heel duidelijk geweest. En die dwangsom ligt er natuurlijk niet voor niets. Dus we gaan zien hoe dit afloopt. Maar voorlopig zitten ze met een probleem. Ambtenaren moeten bij die informatie kunnen. De computers kunnen niet verhuisd worden naar Binnenlandse Zaken voorlopig. Ja, dus ze zitten met een catch-22. Ofwel die dwangsom betalen als burgemeester Van Zanen voet bij stuk houdt.
Of de ambtenaren kunnen niet meer bij die informatie. Nou, en het is staatsgevoelige informatie, ja, Kees. Nou, ik weet ook niet wat er op de server staat. Ja. Ja, precies. We zouden het willen weten. Ja. Precies. Nou ja, je kan er wel van uitgaan dat bijvoorbeeld de notulen van de ministerraad, bijvoorbeeld, die geheim zijn, dat die liggen op algemene zaken, dat het daar bijvoorbeeld over gaat. Maar goed. Dus we gaan zien hoe dit afloopt. Deze week moet de gemeente Den Haag moet er een besluit over gaan nemen. Ze zullen dat dan ook communiceren naar ons. Dus deze week gaan we daar nog wel iets over horen. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman. Heb je je wel eens afgevraagd of er nog echte verhalen bestaan die zo uit een stripboek kunnen komen? Ik dacht dat er binnen de CIA een mol zat, waardoor hij zijn enige dienst die hij zou kunnen vertrouwen niet meer vertrouwde. Weet je eigenlijk wel waar het graf van Alexander de Grote is? Het is zoek, we weten dus niet waar het is. En of de verloren Hollandse meesters ooit nog worden gevonden? Er is mij ook wel letterlijk gezegd, als je daaraan kunt voldoen, zouden wij je eventueel kunnen helpen om die werken terug te vinden. Bestaan er nog echt grote geheimen die ontrafeld kunnen worden? Een nog niet gevonden kamer met allerlei materiaal, misschien zelfs met teksten. En met Geop zelf. Dat zou waanzinnig zijn. Ga mee op zoek en luister naar de Factor Kuifje. Vanaf 24 juni in je BNR-podcast-app.